Goedemorgen. Het ziet er zo leuk uit. Hey guys, goedemorgen. Het is vandaag hartstikke warm en het is vrijdag. Ik begin steeds op zulke gekke dagen met vloggen. Maar dan ben ik door de week gewoon zo hard aan het werk dat ik elke dag vergeet te filmen. Het lijkt volgens mij ook alsof ik alleen maar leuke dingen doe in het leven. Maar als ik gewoon hard aan het werk ben, non-stop aan het vlammen, dan film ik eigenlijk gewoon niet. Dan denk ik er niet aan of het is te saai of weet ik veel wat. We doen een soort tropenrooster waarbij we om 8 uur opstaan. En mijn idee is dan steeds om 1 uur klaar te zijn, maar dat lukt eigenlijk niet. Dit is de laatste mooie dag van de week. En het is nu al 1:30 geloof ik. 1:45. Ik moet zeker nog wat 2 à 3 uur werken. Dat gaan we in ieder geval doen op een terras van Boot & Co. Waar we ook mogen slapen dit weekend. Boot & Co is een nieuw hotel in de Houthavens, wat hier in de buurt is. Eigenlijk aan de andere kant van Westerpark waar ik woon. En het ziet er waanzinnig mooi uit. En er is een pier waar je kunt zwemmen daarvoor. En er is een heel lekker restaurant wat erin zit. En echt een goede kaart hebben ze. Dus het voelt heel leuk om weer zo'n uitje te hebben met Jordi. Want ik denk dat een van onze favoriete dates wel is in eigen stad er een feestje van maken. Of het nou is een lange wandeling maken en dan ergens iets drinken met een mooi uitzicht over Amsterdam. Of nieuwe restaurantjes proberen. Of gewoon lekker door de stad brommeren. Of ergens in eigen stad slapen en er een staycation van maken. Dus dan is het natuurlijk super leuk dat we de uitnodiging kregen om hier een nachtje door te brengen. Heel veel zin in. En we gaan dus alvast die kant op. En dan daar op het terras denk ik even wat dingen afmaken. Wat ik aan heb is een super oud jurkje van Mango geloof ik. En mijn atelier paracord. Oh. Hier ook hele lekkere werkplekken. En een bar. En het is dus super hoog. Hoe mooi. We komen nu binnen en deze kamers zijn echt als soort kleine appartementen ingericht. Met een eigen keukentje, hele ruime kledingkast, een super lekker bed. En het ziet er zo leuk uit. Echt boven verwachting cool. Deze slaapkamer, ik vind het zo leuk. Dit lekkere chillhoekje. De plafonds zijn dus van beton. En de vloeren van hout. Echt heel gaaf. En dan deze lekkere keuken. Super cool. Dat vind ik wel heel inspirerend, die keuken. Hoe mooi. We zijn lekker weer in onze kamer op tv aan het kijken en we hebben net desserts besteld. Hey! Oh, lekker. Zo lekker. Roomservice is toch wel echt het hoogtepunt van een hotelslaap ongeveer. Oh my god. Good morning. Jouw haar. Wow. Ik vind het wel echt leuk zo lang. Wat vinden jullie kijkers? Ik moet nog steeds wel echt naar de kapper. Ik vind het wel leuk. Beetje skate-achtig. Het is wel echt een wild en losgeslagen. Lookje van Jordi. Goedemiddags. Wij zijn weer matchende. Zwart, wit, roze. Dat is niet roze. Oké. We zitten lekker aan het ontbijt. We hebben een heel lekker Vessel ontbijt. Het restaurant hier heet Vessel. Met echt allerlei lekkere fruit, ei, koffie en dat soort dingen. Ik vind het best prima prijs. Ik zag niet echt. 15 voor een heel uitgebreid ontbijt met 2 lampjes bij. Welkom even, hè? Ja, voor Amsterdamse groep in ieder geval. Ja. En verder ziet het er oké uit buiten, maar een beetje bewolkt. Dus ik denk dat we gewoon de hele dag lekker hier in de buurt blijven chillen. Zeg iets aan, of buiten en toch een klein duikje? Wel leuk. Ik durf wel, denk ik. Wilde ik verder nog iets zeggen? Nee, behalve dat we echt grondelijk hebben geslapen. Want er waren van
gewone gordijnen en verduisterende gordijnen. Dus dat, oh, dat vind ik zo verademing. Dat zou ik thuis ook wel willen. En hele lekkere bedden met hele lekkere kussens. Dat zou ik thuis ook wel willen. Ik wil gewoon in een hotel wonen. Goed begin van de dag. Het is nu 1 uur en we zitten nu 2 uurtjes of zo hier te werken in dit lekkere hoekje. Het is hier heel rustig en ja, het hoort er toch soms bij om in het weekend ook even te werken. Dus ik ben nu een IGTV aan het uploaden over mijn huid en eigenlijk een soort 7-8 grote lessen die ik de afgelopen jaren heb geleerd om mijn huid te verbeteren. En van het bewegen tot wat ik nu wel of niet meer eet tot bepaalde producten. Ik heb nu echt wel een goede skin period. Een paar oneffenheden, maar dit is echt peanuts. Het is heel leuk om dat te delen. Het is een video zonder make-up. Ik heb nog nooit een hele video zonder make-up opgenomen. Dus dat voelde een beetje gek. Maar toch ook wel heel fijn en goed om te doen. Anders vind ik het ook raar om het over je huid te hebben terwijl je wel elke imperfectie verdoezelt. Niet dat ik die nu veel heb, maar zeker als je soms wel meer last hebt van je huid, dan voelt dat toch kwetsbaar, alsof je toch voor je comfortzone wel make-up op wil. Bij mij zijn zeg maar hoe mijn huid zich gedraagt en hoe ik me voel qua zelfvertrouwen best wel aan elkaar gelinkt namelijk. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar bij mij hangt dat best wel samen. Dit hotel zit natuurlijk vlakbij de Pont naar Noord. Dus we zijn even een middag in Noord aan het rondcruisen. Dat komen we eigenlijk bijna nooit, maar er zitten zoveel leuke dingen. Dus we dachten, we gaan even op avontuur in eigen stad. We zijn nu langs een leuk tentje gekomen, waar we even wat gaan eten. Frietjes en ijsjes naast elkaar op zo'n random plek ook. Hallo! Estaba buscando por la calle. Jordi en ik gaan lekker uit eten beneden en onze vrienden Suzanne en Samir komen even een drankje doen. Heel gezellig. Het is opeens weer lekker weer, dus misschien kunnen we nog in de zon zitten. Dat lijkt me wel wat. Ik heb me even omgekleed voor de occasion. We hebben het heerlijk gegeten en nu eten we een dessert. We hebben weer hetzelfde besteld. Hele lekkere chocoladetruffels en mijn favoriet een pavlova. Dit zijn echt toetjes uit de hemel. Mijn favoriet en jouw favoriet. Zo lekker. Ochtend 2 in het heerlijke hotel en we hebben besloten dat we zo in het water gaan springen. Ook al is het nog niet super warm, het is nu wel even een beetje zon en we gaan ervoor. Eerst even een lekker theetje. Zo warm is het zeker niet. Eén. Wel gaan, hè? Dit was zo chill. Heel koud, maar heel lekker verfrissend. Ik ben er meteen uitgeklommen, maar Jordi is daar nog aan het zwemmen. Hij is veel stoerder dan ik, altijd. Jordi en ik zijn weer thuis en ik ben lekker aan het koken voor ons. Ik maak een simpele noedelsoep met Japanse groenten, gekookt ei, rijstnoedels of eiernoedels, net wat je chill vindt, ik heb deze nu gehaald. Ofwel Thaise kipstukjes of gerookte tofu. En tauge en als je wil bamboescheuten. En als je wil met wat kokosmelk. Ik maak hem nu iets meer light zonder kokosmelk. En dan doe ik gewoon bouillonblokjes en sojasaus, vissaus, hoisinsaus, een beetje verse chili of wat sambal en knoflook en dan wordt het wel een lekker geheel. Good morning! Het is vandaag maandag en ik ben op kantoor.
Het is al 11:30 en ik ben echt meteen vol in werkmodus gedoken. Heel veel to-do's en deadlines die op me lagen te wachten. Dus ik zat meteen zo, oké, racen. Ik ben nu nog even één ding aan het wegwerken. En dan heb ik weer wat meer rust. Dus dat is heel fijn. Het voelt toch wel goed om dingen altijd van de to-do af te strepen. Ondertussen ben ik een vlog aan het afmaken samen met de editor die zo meteen online komt. Eindelijk weer een nieuwe vlog. Ook wel eens gezellig. En misschien gaan we het kantoor straks even wat organiseren. Als ik het zo zie. Best. Ik ben lekker aan het lunchen met. Yes! Bij de ijsbreker. Lekker veel met ons. Hele gezonde. Oh, yes. Yes, wat ziet je haar geweldig. Heerlijk. We hebben een nieuwe snack die ik voor het eerst eet in mijn hele leven. De spannend. Echt een soort mega bitterkoekje. Oprecht. Ja. Goedemorgen. Ik ga nu iets heel leuks doen, namelijk naar Naarden rijden op mijn brommertje. Om te lunchen met Hilda en Karin en Linda. Als een afscheidslunch voor mijn hoofdredacteurschap. En ik heb er heel veel zin in. Ik vind het ook zulke bijzondere vrouwen dat ik het altijd een beetje spannend vind. Ja, maar ze zijn allemaal heel erg leuk en heel lief. Dus ja, dat is gewoon heel bijzonder om even nog samen te komen na deze gekke coronatijden. Waarin we natuurlijk niet een soort mooi afscheid konden hebben. Dus daar kijk ik zeker naar uit. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik drink even een ochtendkoffietje voordat ik naar kantoor ga. Even mijn gedachten op een rij zetten en de to-do's voor de dag en dan ga ik naar kantoor. Ik vind het altijd fijn om heel even een momentje thuis te hebben achter mijn laptop en nog heel even alleen te zijn. En op kantoor gaan we weer veel met atelier aan de slag. Wat ik vaker zeg, het is gewoon echt zoveel werk en tijd en brainpower gaat erin als je van een merkje echt iets probeert te maken en het wil laten groeien en groter wil laten maken. En op sommige dagen moet ik mezelf daartoe zetten en op sommige dagen vind ik het geweldig. Ik heb vandaag eigenlijk wel heel veel zin in, dus dat is heel fijn. Verder nog een paar andere leuke dingen die spelen, waarover ik jullie binnenkort meer vertel. Jordi zit ongeduldig op mij te wachten. Outfit of the day. Mannenjas van Uniqlo. Wandelaartas. En dit lekkere pak van 10 Days. Ik ben op kantoor en ik zit een keukenvideo te edit checken. Echt heel leuk. Ik vind interieurvideo's zo leuk om te maken. Dus als jullie nog bepaalde wensen hebben, bijvoorbeeld, het kan ook iets zijn als een bedroom tour of hoe ik mijn plankjes in mijn woonkamer style of wat dan ook. Laat het me zeker weten. Heel lekker een vegan kapsalon salade heet die. Het heeft weinig met friet en kapsalon te maken. Maar er zit vegan shawarma vleesjes zitten erin. En het is heel lekker gekruid. Van Sla, het bedrijf van Nina. Wat thank god nog overeind staat in de coronatijd. Ik ben super trots op haar en hoe ze dat allemaal doet. Dus ik bestel best wel vaak iets bij Sla. Ook om de boel lekker met kleine beetje wat ik dan doe te supporten. Maar het is echt verrukkelijk. Het nieuwe menu is echt top. Ik neem eigenlijk altijd deze of een Mexicana of zo heet die. Die is met wat peper en vegetarische kipstukjes als ik het goed zeg. En tomaat. En is echt verrukkelijk in ieder geval. Dus dat ben ik aan het doen. Kijk, zo ziet hij eruit. Heerlijk. Ik doe wel altijd een beetje saus extra. Ik hou gewoon van saus. Saus. Keukenvlogje. Ik doe altijd mijn ringen af als ik bij de laptop zit trouwens. Als ik aan het typen ben, wil ik niks aan mijn handen. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn video-edits aan het bespreken. Ik ben even met Evie, mijn fantastische teammember, aan het doorlopen waar ik nou op let als ik een vlog of een video check, zodat zij ook mee kan kijken en omdat het gewoon goed is om altijd in elkaars brein te duiken. Dus ik vertel dan dat ik bijvoorbeeld let op dingen als, zijn de graphics
tof genoeg. Wordt dan een beetje gespeeld met kleur, dat soort dingen. Zijn er geen gekke onflatteuze shots van mijn huis of mijn hoofd in waar ik achteraf van baal? Of is de muziek niet te hard of te sloom of juist te druk? Of ja, wat zei ik dan nog meer? En nu gaan we kijken of je goed hebt opgelet. Zeg ik dingen dubbel? Zeg ik dingen dubbel? Kijk. Ja, ik heb heel erg van die stopwoordjes en die zeg ik wel 100 keer, dus die moeten eruit. Ja, ja. Grappige momenten mogen worden uitgelicht. Kijk, ze letten op. Oh yes. R5. Deze pantoffels zijn net bezorgd door de Koekoe Club en ik ga echt heel lekker hierop. Hallo! Goedemorgen! Ik heb dus vannacht mijn nek verrekt en ik ben tot 4 uur 's nachts wakker geweest. Ik voel me echt horrible, het doet zoveel pijn. En ik ben gewoon doodmoe en ongesteld, dus dit is zeker niet mijn dag. Ik ben thuis en ik heb nog even een pilletje genomen tegen de pijn en het lijkt een klein beetje te helpen. En ik heb lekker sushi besteld en zit nu in mijn eentje dat op te eten terwijl ik Dynasty kijk en even een reset momentje heb en dat voelt hartstikke lekker en het is zonnig buiten. Ik zit hier helemaal in een good vibe. Good morning world. Vanochtend schrokken Jordi en ik wakker omdat er een KPN-monteur voor de deur stond. Helaas hebben we nog steeds geen sneller internet, maar het was een hele lieve man. En nu zijn we ons aan het aankleden omdat we samen even een atelier-brainstorm hebben. We gaan even ergens buiten de deur koffie drinken, want zodra we op kantoor zijn ga je toch meteen in overlegmodus en andere dingen doen. Verder heb ik nog steeds heel veel pijn, maar ik heb wel het idee dat het morgen over gaat zijn. En nu heeft Jordi ook heel veel spierpijn, dus we voelen ons echt stel oude, krakkemikkige mensen. Ai! Sportschool moet weer dicht. Ah! Ik kan niet naar mijn gezicht komen. Nee. Wat ik vandaag aan heb is een wit topje met korte mouwen. Mijn atelier korte parelkort. Een zwarte Levi's. Beetje straight-achtige jeans. En een beerkies van de Provenza Schuller samenwerking. Wat is de hele tijd pronkelijk gebeurd is dat Jor en ik aan het matchen zijn. Ik loop hier nu in mijn luipaardjas. En kijk wat tasje Jor die heeft. Van mij gepikt. Wel een leuk lookje heeft hij aan. Op kantoor aan het werk met Jordi en onze lieftallige stagiair. Benoor, die ons over een maandje alweer gaat verlaten. Echt sad! Zo sad! Benny, wil jij in de vlog? Even een klein zwaaitje. Benny! Ik ga je zo missen, Benny. Ik ga jullie ook missen. Oh, het gaat zo snel. Het is ook zo jammer, want dan ben je helemaal aan iemand gewend geraakt en helemaal op elkaar ingespeeld. Echt het gevoel dat we nu, zeg maar, sinds anderhalve maand zo lekker in een flow zitten. Maar ja, dat hoort gewoon bij stages. En dat is eigenlijk ook goed, want het betekent ook dat je samen weer gegroeid bent. Helemaal waar. Helemaal waar. Mocht iemand die dit kijkt ooit stage willen lopen bij mij en bij Atelier, dan vind ik dat ook heel leuk om te weten. En dan staan we altijd open voor mailtjes. Maar het zullen big shoes te veel zijn. Ik heb een hele toffe nieuwe jas binnengekregen van Close. Een hele lange in een mooi ruitje. Love it. En iets anders heel grappigs. Ik krijg het stuk, maar ik kan dit nog niet laten zien, want het is een cadeau voor iemand die misschien ook wel de vlog kijkt. Kan ik het wel laten zien? Oké. Nika, als je deze vlog kijkt, moet je hem nu uitzetten. We hebben dus twee vrienden die een babytje krijgen en dat zijn eigenlijk wel onze eerste gezamenlijke vrienden die nu een baby krijgen. Die, waar we als duo ook veel mee omgaan en dat, ik vind het echt super leuk en bijzonder en hij draagt
altijd zwart. Een zwarte skinny, een zwart t-shirt, een zwart leren jasje. En hij rijdt ook motor. En zelfs als het 40 graden is, oké, 40 misschien niet, maar 30, draagt hij nog steeds dat. Hooguit een keer een afgeknipt zwart spijkerbroekje. Nu hebben wij dus een matching outfit in babymaat gekocht. Dit is een leren jasje. Ik ga hem helemaal stuk. En dit kleine wormenpak is een mini skinny jeans. Is toch zo grappig. Ik kan echt niet wachten om dit te geven. Ik hoop dat de moeder dit ook een beetje kan waarderen. Want het is eigenlijk meer een grap dan dat het serieus is. Maar wij gaan echt al dagen een stukje om. Dus dat wordt leuk. En we gaan natuurlijk ook iets moois voor haar kopen. Dit is toch geweldig. Hallo. Zo schattig. Wat dus best wel bijzonder is, is dat ik net iets online postte over dat ik echt een soort weirde off-week heb, waarbij ik de hele nacht ligt te piekeren en niet uit bed kom en heel emotioneel ben en de hele tijd moet huilen, wat echt niet mijn normale vibe in het leven is. En dat dus zoveel van jullie dit ook hebben. Ik heb echt zoveel DM's van mensen die het gevoel herkennen en die ook nog eens net als ik ongesteld zijn. Het is heel grappig. Ik wilde gewoon even zeggen, als je je ook zo voelt of zo voelde deze week, dan ben je niet alleen. En dan stuur ik je een hele dikke knuffel. Lieve schatten, ik ga de vlog even afsluiten bij deze. Ik hoop dat hij een beetje leuk was. Ik heb eigenlijk heel veel verteld wat ik ging doen en vergat ik dan soms te filmen. Ik zal beter mijn best doen volgende week. Maar ik ga hem toch gewoon uploaden, want er staat er weer lekker iets online voor jullie ter afleiding in het weekend. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken en ik zie je volgende week weer. Doei!